Een deel van Joegoslavië, Kroatië, had in de oorlog de kant van Hitler gekozen. Dat zou de Kroaten duur te staan komen. Aan het eind van de oorlog namen hun tegenstanders massaal wraak. In de omgeving van Blajburg werden 45.000 vluchtende Kroatische fascisten opgepakt en in koele bloede vermoord. Die slachtpartij wordt hier elk jaar op 17 mei herdacht. Sinds het begin van de staat Joegoslavië in 1918 speelden de Serviërs vanuit Belgrado de baas. Dat zette kwaad bloed bij de Kroaten en in de Tweede Wereldoorlog zagen die hun kans schoon. Onder leiding van de fascist Ante Pavelić kozen de Kroaten de kant van Hitler. Enthousiast trokken de Ustasja's, de Kroatische fascisten, samen met de Duitsers op tegen de door hen zo gehate Serviërs. Zo ook de vader van Marko Lesar. Maar veel van de Serviërs woonden al honderden jaren op Kroatisch grondgebied. Dus kwamen dorpen die al jarenlang vredig samenwoonden ineens tegenover elkaar te staan. Zo leeft de Kroaat Marko Lesar in Banski Kovačovac en zijn Servische buren wonen in Prkos Lazinski. Milan Roknić was 12 jaar toen de Kroatische Ustasja's zijn Servische dorp binnenvielen. Wat zijn ze al doen? Brat ze al doen? Sestra ze al doen? Dat bježimo. Mama en baka, mamina mama, ostale su ovdje. Sestra je doma za nama pristigla gore, tu je dove neke živce. Brat se okrenuo prema nama i meni i htjera mene natrag i nju, kao dječe, žena i djece, niko dirati, u kut bježite vi i tako. Se nisam dao vratiti i produžim za njim kako on, ali nazorice nisam ja ono. Maar vrouwen en kinderen bleken helemaal niet veilig. Alle oude spelregels van de oorlog werden bij de actie in het dorp met voeten getreden. De Ustasja's hadden maar één doel, een eigen, zuivere Kroatische staat creëren. En daarin was geen plaats voor Serviërs, ook niet voor vrouwen en kinderen. Kada ste saznali šta se desilo sa ljudima, sa vašim familijama u... Pa to se nakon 3-4 dana čulo da su pobijeni u šumi Brezi. Tukli sa tupim predmetom po zateku i to se vidilo kad smo iskapali, svaka glava razbijena. Ne mogu to ja izraziti onako kako sam to doživio, jer to su boli. Het is duidelijk. Nu, bijna 70 jaar later, kan Milan er eigenlijk nog niet over praten. Het is maar één van de vele gruwelverhalen die je hier in de dorpen kunt verzamelen. Iedereen boven de 65 draagt zijn eigen oorlogslittekens met zich mee. Alleen al in 1941 werden er honderdduizenden Joegoslaven door de Kroatische Ustasja omgebracht. De nazi's vonden de slachtpartijen van de Ustasja's in de dorpen maar niks. Te veel getuigen, te veel rommel. Er waren betere manieren om je vijand te doden. Schoner en efficiënter. Concentratiekampen. Het grootste was in Jasenovac, langs de rivier de Sava, waar de kampbewaarders wedstrijden hielden wie de meeste gevangenen kon ombrengen in de kortste tijd. De Kroatische Ustasja's zouden de geschiedenis ingaan als misschien wel de wreedste fascisten van heel Europa. Het belangrijkste verzet tegen hen kwam van de kant van de communistische partizanen, onder leiding van de latere leider van Joegoslavië, de communist Tito.
Hier, in Drvar, lag Tito's geheime hoofdkwartier. Goed verstopt in een grot in de bergen. Rade Tadjic, die toen op zijn 20e als partizaan met Tito meevocht, neemt ons er mee naartoe. Tito's partizanen waren voor de Duitsers een geduchte tegenstander. Toen die er lucht van kregen dat Tito zich in de grot in Drvar ophield, begonnen ze een grote luchtaanval in een poging hem te pakken te krijgen. Isto tako se sjećam i sa ponosom kada je pao desant na Drvar sa zadatkom da uhvati živa Tita i uništi sve rukovodstvo nove države. De Duitsers wisten Tito niet te vangen. Sterker nog, ze werden verpletterend verslagen. De herinneringen zijn romantisch en ongetwijfeld gekleurd. Maar feit is dat de overwinning bij Drvar een keerpunt werd in de strijd tegen de Duitsers. Een overwinning die hier elk jaar gevierd wordt. En na de overwinning kwam het land er waar die partizanen zo eensgezind voor hadden gevochten. Tito's Joegoslavië, waar iedere zinspeling op je Servische of Kroatische komaf verboden was. Waar elke vorm van nationalisme de kop werd ingedrukt. Want als het aan Tito lag, bestonden er voortaan alleen nog maar Joegoslaven. Voor dat verenigd Joegoslavië hebben de veteranen die hier in Drvar rondlopen gevochten. Maar in datzelfde Joegoslavië werd gezwegen over die massamoord in Blajburg, waar Tito's partizanen na de oorlog die 45.000 Kroatische ustasja's vermoordden. Dal vi znate za Blajburg? Ne. Ne. Jeste čuli šta se desilo na Blajburgu? Izvijesti. Tito's Joegoslavië mocht dan met een verzwegen bloedbad begonnen zijn. Het zou wel meer dan 40 jaren van vrede opleveren. Tot aan Tito's dood in 1980. Toen viel het land uiteen en brak de laatste oorlog uit. En ineens bleek alle pijn uit het verleden nog springlevend. De moordpartijen van die laatste oorlog waren een spiegel van de moordpartijen uit 1941. Alleen hadden in de beide dorpen nu slachtoffers en daders van rol gewisseld. Kan pijn verjaren? Kun je mensen dwingen de gruwelen die ze hebben meegemaakt te begraven? Onder Tito leek dat meer dan 40 jaar lang te lukken. Maar ondershuids bleef de herinnering smeulen. En toen de laatste oorlog in 1991 uitbrak, bleek het wederom een voedingsbodem te zijn voor weer nieuwe gruweldaden. Gruweldaden die opnieuw weer moeilijk te vergeven zullen zijn. Dragi moji drugovi i prijatelji i draga omladino narodstvo. Na ovoj našoj istoriji treba vaspitavati generacije. Ne za osvetu, ne za ono što se u svoje vreme, kad se tako moralo govoriti oko za oko, zub za zub, nego treba vaspitavati nove generacije da su oni vukodlaci koji su nas uvlačili u ratove, počevši od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, pa sada ovoga posljednjega, da su to bili bezumnici, ljudi koji nisu cijenili ljudski život, kojima nije bilo stalo do dobra naroda, kojima nije bilo stalo do mira.